Sanne, hoe ging je vandaag? Nou, het ging niet helemaal zoals ik had verwacht eigenlijk. Ik hoopte onder de 52 seconden te lopen natuurlijk. Dat gebeurt niet helemaal. Ik word wel vierde in zo'n veld, dus dat is wel oké. Maar ja, de race was een beetje rommelig. Ik zat echt niet helemaal op te letten of zo. Laatste stuk dacht ik, oh, iedereen zit voor me. Iedereen. Dus ik moet er inhalen. Ik moet iedereen inhalen. En dat lukte nog aardig, maar niet helemaal goed genoeg eigenlijk. En nu, hoe zien de komende weken eruit? Ik loop volgende week in België. Hoop dat het mooi weer wordt. Dan hoop ik dat ik daar de limiet loop. En daarna weet ik nog niet precies wat voor wedstrijd ik loop. Ik hoop een paar goede en dan gaat het daar vast wel lukken. Wat zijn je verwachtingen voor de EK in Amsterdam? Ik denk dat als ik daar eenmaal sta, dat ik wel best wel goed kan lopen. Omdat ik wel iemand ben die in toernooien gewoon heel het beste uit mezelf houdt. En dat is dus eigenlijk ook een beetje de verwachting die ik van mezelf heb. Dat ik daar gewoon, als ik er eenmaal sta, dan lukt die finale ook wel. Dat geloof ik wel. Maar ik moet nu eerst plaatsen. En best wel goed lopen. Wat mogen we daar dan van verwachten? Ja, dat weet ik nog niet. Ik hoop in ieder geval gewoon boven mezelf uit te stijgen. En dan zie ik daar wel hoe dat gaat gebeuren.